blijf staan. C. Ja, gevaarlijk rijgedrag is ook extreem langzaam rijden natuurlijk, hè, wat hij nu is aan het doen. Melding prio 1, autobrand. Ik ben bij deze aangehouden en u mag even van mij uitstappen. Nou mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Farmer. Vandaag ga ik op pad helemaal onopvallend met de Golf. Gemaakt door Sis Games, shout-out naar hem. En ja, het uniform heb ik gewoon zelf samengesteld. Ik heb een holster, zoals jullie zien. Ja, dan kun je wapen uitpakken, verdwijnt hij ook uit het holster. Voor de rest heb ik daaronder nog wel, onder het jasje heb ik nog, handboeien verstopt. En mijn portofoon zit ook ergens verstopt. En met een oortje kan ik communiceren met de meldkamer. Voertuigcontrole, we hebben iets wat lijkt op stop achter. Oké. En blauw. Dan ga ik even naar hier. En dan gaan we even naar vehicle options. En dan gaan we even naar... dan zetten we hier even de radio uit, want deze auto heeft radio. Ik weet niet waarom. En dan gaan wij op pad. We zijn al inzetbaar, geloof ik. Ja. Als je goed luistert, is het geluid wat anders. Dan moet je even goed luisteren. Iemand heeft mij gezegd van geef me je vehicles meta, dus het bestandje wat voor de handling en voor alles eigenlijk van de voertuig bijna zorgt. En die heeft mij iets aangepast in de geluiden. Tot alle Volkswagens die ik had hebben nu een geluid wat meer lijkt op zo'n Volkswagen, dus je hoort het niet goed. Of ja, je hoort het klinkt gewoon meer als een burgerauto en dan ook als Volkswagen. Dus super vet, shout-out naar hem. Ik laat even, hij heeft een YouTube kanaal, maar ik durf even niet te zeggen hoe het heet. Dus ik laat het even hieronder. Ik geloof Wandertje gewoon, dat het zo heet. Maar dat weet ik niet zeker. Het komt in ieder geval een beeld, of het is al een beeld gekomen. En shout-out naar hem. 12-01, dat is 12-01 over. One Lincoln 18. We have a traffic alert for a grand theft. Hier links komt zo meteen een voertuig met een persoon. Die wordt gezocht. Ik weet alleen niet wie. Dat is altijd zo. We gaan erachter staan. Draaien. Kenteken van deze checken. Ja, dat is deze. Want de motor die is inmiddels weg. Stop vooraan en blauw aan. Ik ga hem meenemen. Nou hier. Hebben we te maken met Franklin. Nou, ik kan even niet veel spelen. Hallo meneer. We gaan even naar die zien. Blijf staan. C. Wow. We've got a suspect fleeing the crime scene in the Spooky Canal. Zo, daar zijn we weer. Ja, Wim die was natuurlijk flink beschoten. Daardoor even naar het ziekenhuis voor controle, maar het viel allemaal wel mee. De achtervolging is ingezet door de politie, collega's die opvallend waren aan het rijden. Want ja, ik wou zeggen door de politie, maar wij zijn natuurlijk ook politie.
En dat is goed afgelopen. De verdachte is daar achter aangehouden. Maar helaas kan ik er dus niet achteraan gaan, want het zou wel erg onrealistisch zijn en stiekem crash je mijn game gewoon. Maar ja, dan moet je er toch iets van maken, hè. Dus wij zijn nu wel inzetbaar voor de noodhulpmeldingen, onopvallend. Ja, we kunnen kijken wat we tegenkomen. Ik ga rechtsop zo meteen, dus kan er in principe gewoon doorrijden. Volgt hier in eerste instantie bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We've got 417. Eens kijken, persoonvuurwapen. Ja, goed. Hier op de afrit van de snelweg. Is iemand met een vuurwapen lopen, linksvrij. Ja, daaronder, oké, ja, die gaan we wel even benaderen met het voertuig. 12-0-1-0-C, ik heb zicht op de verdachte. 12. In ieder geval, ja, hij wordt aangereden. 2010, we zitten op de verdachte. Bukken. Godverdomme, Wim. Echt waar, jongen. Wat sta je nou dom met je... Een bericht voor alle wagen. Ja, deze kijk. Melding is ten einde. Goed werk. No further units required. Wat staat hij nou dom met zijn... Dan ben je weer flink beschoten, kun je weer naar het ziekenhuis, hè? Ja, maar ik bedoel, wat sta je nou dom met je hand op je, hoe heet het? Met je hand op je schouder, alsof je met OC bent aan het praten, maar dat is steeds bij deze melding, besef ik me nu. Je praat met het OC, of je komt ter plaatse, die persoon begint meteen op jou te schieten, maar jij pakt je hand vervolgens naar de portofoon. Waardoor je, ja, je kunt wel schieten, maar dan... Zie je dat witte bolletje daar en het vuurwapen dat gaat naar je schouder of zoiets en ja, je schiet heel onrealistisch. Dat is een beetje jammer, maar goed. Verdachte uitgeschakeld, ik ga wel even... Vehicles, wat doe ik nou? Het ziet natuurlijk niet uit. Clean, close, oké. Nou goed. Hoi, hier ligt hij, hoor. Zo, nu hebben ze zicht op hem. Foto. Jeez. Inpakken, wegwezen. Melding. Nee. Oké, ciao. Even kijken wat hier boven aan de hand is. Daar zou iemand rondlopen. Hier zo. Nee, dat is logisch, hè, vriend, dat je die openmaakt. Even niet eens door dat ik er kwam. Vet, echt veel handhaving hier zo. Even kijken. Hallo. Even staan. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got an assault on a civilian in Backlot City. Iemand lastig gevallen / aangevallen. 12:05, ik ben onderweg. Ruzie. Hoi, even blijven staan. Hier komen. LSPD, don't make me shoot you. Hoi. Pannenkoek. Hoi. Luisteren.
hebben aangehouden. Mishandeling. Die gaan meewerken. Niet allemaal verplicht. Rechter en advocaat. Zelf ook gewond. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Backlot City. 12:05, ik ben onderweg. Oh. Dat is verhoord. Come on, dude! Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Even kijken, ik heb hier een verdachte die dan meegaat met mijn collega daar. Zo, ik heb daar nog een ambulance die komt voor het slachtoffer en ik krijg meteen een vervolgmelding van een voertuig die het gevaarlijk rijgedrag vertoont. Aangezien wij de enige eenheid in de buurt zijn, zijn we wel al gekoppeld. Ambulance komt hier naartoe. Ga je met mijn collega mee, want ik weet niet wat je hier nou staat. Alsjeblieft. Op dit moment is het is de verdachte waar we nu dan weer zo meteen achteraan gaan nog niet heel ver weg. Hier gaat nog een begrafenisondernemer komen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Zo goed te plaatsen. Het is niet heel handig om een melding meteen zo aan te nemen. Maar alles komt hier lekker snel ter plaatse. Ja, rij anders mijn collega's maar aan. Ja, collega's. Ik maak ruimte voor jullie. Ja, rij er anders overheen, ja. Doodsoorzaak, auto die er overheen rijdt. Hey, mannen, het beste, ik ga alvast door. Let een rood licht, maar het is net rood, dus meestal duurt het dan altijd even tot het weer groen is. Voor de andere voertuigen bedoel ik dan. Links, rechts, links vrij. Ja, dat is altijd extra opletten. Nu kan ik niet door rood gaan rijden, maar als je een Touran van de politie, T5, noem maar op, Volvo. Als je die zo langzaam naar voren ziet komen rijden en door rood ziet rijden, ja, dan weet je ook wel, oké, dat is gewoon politie. Die heeft waarschijnlijk een melding. Ja, de meeste mensen snappen dat dan niet en die zeggen, oh, dus, hier zijn we ongeduldig, want de koffie wordt koud. Ik zeg maar iets. Maar jullie weten dan, tot de politie een prio 1 melding heeft en gebruik maakt van een vrijstelling. Of prio 2, maar gewoon gebruik maakt van een vrijstelling. Maar dat met zo'n golf, ja, dat verwacht niemand. Dat denkt waarschijnlijk gewoon iemand, die dan zit er ook nog zo'n onopvallende agent in. Een asociaal jochje die even de rood rijdt. Dus je dat verwacht mensen minder snel dan een politieauto die langzaam het kruispunt nadert. Nu duurt het mij wel erg lang. Links rijdt niet, rechts rijdt niet. Nou, voor mij rijdt wel, sorry. Oh jee. Waar is onze golf nou precies goed voor? Het feit dat deze persoon, we krijgen meldingen van een persoon die agressief, gevaarlijk rijgedrag vertoont. Ja, dan is het perfect om met een onopvallende politieauto te observeren of dat ook zo is. Maar ja, als je daar met een Touran achter gaat rijden, ja, dan gaat hij dat waarschijnlijk niet meer doen. Dus het is het tweede voertuig zo te zien. Of het busje. De vrachtwagen, zitten ze in een vrachtwagen. Ja, gevaarlijk rijgedrag is ook extreem langzaam rijden natuurlijk, hè, wat hij nu is aan het doen. Want als ik de file blijf volgen, dan rijd ik zo hard en dat is misschien 15. En nu loop ik al in, 20. Ik denk dat met gevaarlijk op dit, in dit geval het extreem langzaam rijden is. En als je dan aan de kant gaat, doe het dan goed. Wat voor iemand zit erin?
Zoveel mogelijk even de stoep op. Hallo. Hey. Ik kan niet vragen waarom hij zo langzaam rijdt. Ik wil graag even een rijbewijs van u zien, meneer. Heeft u die? Oké, meneer. Ik ga even uw gegevens nakijken. Nou, meneer, we hebben hier nog in het systeem staan dat u wordt gezocht. U weet zelf het beste waarvoor. Dat kan ik niet zien, maar u mag in ieder geval uitstappen en ben aangehouden. U wordt overgebracht naar het bureau. Als u wilt. Ik kan hem alleen niet aanhouden. Dan gaan we even met de taser doen. Dat is het minst heftige, zeg maar. Maar ja, soms kun je E ingedrukt houden en dan gaat die rij alsjeblieft niet over hem heen. Dan moet je het inhouden, dan staat er stopping en dan kun je nog een keer E ingedrukt houden en dan gaat hij voor arrestatie. Maar soms kan dat ook niet, ja, en ja, dan is voor mij de beste optie om even de taser te pakken. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Richmond Glen. Goed, ik heb zo'n safe. Dat is verhoord. Je weet wel, ja, als je dan even niks doet en je saved het spel, of als je even een missie hebt gedaan en je saved het spel, ja, dan pakt hij dus ook waar je bent gebleven. En in dit geval had ik dus twee shotguns, sticky bombs en meerdere pistolen. Ja, dat is zo jammer, want dan pak je al snel de verkeerde voertuig, of het verkeerde wapen. Ja, die kan hier niet blijven staan, want hij staat voor een oprit. Maar ik ga hem wel gewoon iets verderop laten staan. Hier zo. Melding afgerond. Ja, oké, dan gaan we door. Weer terug de stad in. Voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got a car on fire in Banham Canyon, respond code 3. Melding prio 1, autobrand. Nou, die is al helemaal uitgefikt, die heeft daar een tijdje gestaan. Nee, altijd zo jammer van die melding. Want ik wil gewoon een lekker brandje hebben. Want ik heb hem wel eens gehad dat hij echt nog in de fik stond. Maar ja, nu is het al gebeurd. Ja, een beetje onlogisch. Je ziet hier 1, 2, 3 voertuigen rijden gewoon. Dus ja, als zo'n en de bestuurder, als zo'n auto dan in de fik staat, ja, dan is het echt niet zo dat hij helemaal kan uitfikken tot hij helemaal weer uit is en tot niemand erachter komt. Dus ja, dat is jammer, maar goed. All units, code 4. Nou, wij gaan weer door. Nou, blauw gaat erop. En dan blijft het even bij. We hebben een collega die assistentie vraagt bij een verkeerscontrole. Meestal duidt dat erop dat het of een gevaarlijke verdachte is, of een persoon, of de agent is alleen. Ja, de agent is sowieso alleen. En dan is het nog de vraag wat er los is, of de verdachte gevaarlijk is, of de collega het gewoon niet vertrouwt en graag nog een eenetje erbij wil. Dat horen we nu. Het voertuig staat ruim achter de Touran, zodat als hij er vandoor gaat, dat ik ook terug in mijn voertuig kan stappen. Collega, vertel. En er langs gaan rijden en niet tegen hem opknal.
De persoon hier voor mij was van de ene baan naar de andere aan het gaan. Ja, best wel pittig aan het rijden. Ik ga hem even controleren. Blijf even in de buurt voor het geval dat. Nou, als hij er niet vandoor gaat, dan kan ik. Dan zal mijn collega nu terug naar mij komen en zeggen van luister, ik heb hier een sterke alcoholgeur. Kun jij hem even voor mij laten blazen, want ik heb geen blaasapparaat bij. En dat gaat hij nu ook vragen. Let op. Ja, ja, ja. Yes, oké. Nou, oké, ik ga even met hem een babbeltje maken. Goedendag meneer. Hallo, u mag even voor mij blazen. Mag ik blazen dat ik stop zeg? Blazen, blazen, blazen. Oma, dankjewel. Goed meneer, u heeft te veel gedronken. Ik ben bij deze aangehouden. En u mag even voor mij uitstappen. En wacht. LSPD, don't make me shoot you. Goed zo. Ik ben niet de antwoord verplicht. En u heeft recht op een advocaat. Als u die wilt, dan kunnen we dat allemaal gaan regelen. Goed. Dan gaan we even hier op de stoep staan. En dan mag u hier even blijven wachten. En dan gaan we even een auto laten komen om u naar het bureau te brengen. Uw voertuig blijft hier staan. De sleutels die krijgt u mee. En die kunt u hier ophalen mocht u weer nuchter zijn. Maar het staat mooi geparkeerd. Dus kijk eens aan. Dat scheelt alweer. We gaan even naar de collega toe. Die staat hier in de file. Niet zo handig. Alsjeblieft, kijk eens aan. Hoi hoi. Oh. Nee, 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 nee. Ja, daar kunnen we niks mee. Hè. Oh, zijn auto is al weg. Zo, ik vind het wel helemaal mooi geweest voor vandaag. Weer een mooi filmpje van ongeveer plus minus 20 minuten bij elkaar. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag bij de volgende video. Doei!